Deze highlights worden u aangeboden door Heineken en Mastercard. Officiële sponsors van de UEFA Champions League. Hier is de voorzet van Dumfries en dan ja, was daar bijna de kopbal. Barella, wijzende Goossens. Correa, Dzeko helemaal vrij, daar is Edin Dzeko. Dzeko plaatst hem binnen en 0-1 voor Inter. De voorsprong voor de Italianen en het is Edin Dzeko die scoort. Eerste doelpunt in deze Champions League campagne voor Inter en dus ook voor de Bosnier. Nu sta ik voor de zesde keer geklopt in deze Champions League. De knal van Volkanova was te wild. Melka, geen goede controle. Correa moet hem naar de rechterkant spelen, maar het duurt wat lang. En Brozovic doet dit heel erg slim. Anders Dzeko buitenspel. Dzeko kan scoren voor de 0-2. Dzeko, redding van Stanek. Mkhitaryan in de herneming en opnieuw gekeerd. Deze keer Heida. Ja, counter niet helemaal perfect uitgespeeld door Inter. Wel even het genie dat Marcelo Brozovic toch is. Volkanova, die trapt is graag. Moest daarvoor wel applaus. Krijg je geen extra tijd in deze eerste helft. Ook Marcelo Brozovic, het wordt de Italiaan. Maar de kopbal en de redding van Stanek en dan moet Skriniar scoren. En dan doet hij dat niet. Goed gepakt door deze Stanek. Brozovic. Barella. Dumfries op komst. De voorzet van Barella in niemandsland. Daar komt Mkhitaryan. In twee keer dan maar. Mkhitaryan afgeblokt door Pernica. Nog niet afgelopen. Dzeko. En de redding van Stanek. Hetzelfde kan gezegd worden van Bastoni. En die is nu helemaal vrij op de linkerkant. Daar is Bastoni. Veel volk in die 16. De voorzet van Bastoni. Dit moet de goal zijn. Nee. Dumfries laat hem liggen. Overtreding van Bukau Barella. Het heeft uitschreeuwd. De gele kaart voor Bukau. We zijn er ook naar gaan kijken en het wordt een rode kaart voor Boeken. Maar ik snap het wel. Jemelka. Droppen we in die 16. Te hoog voor Cory. De borst van Sikora. Sikora, dat is handig gedaan. Sikora en afgeweken en via Skriniar de corner. Nou, daar komen ze dan toch gevaarlijk. Knap dit van Barella. En dan even verlengen. Is prima van Correa. Dzeko met de spurt en wacht op Dumfries aan de rechterkant. Hier is Dumfries voor de 0-2. Dumfries en daar is de 0-2. Inter doet uiteindelijk toch wat het moet doen. Die voorsprong verdubbelen. En nu wordt het heel erg lastig voor de thuisploeg voor Viktorka.
de vrije trap. En ja, de redding van de mannen. Lange bal van Jemelka. Ja, dat is goed van Bessie. En dan komt Onana en die heeft hem. Ja, hield zelfs nog heel even in, André Onana. Het is afgelopen. Sandro Scherrer heeft genoeg gezien. Inter wint al bij al makkelijk met 0-2. Deze highlights werden nu aangeboden door Heineken en Mastercard. Officiële sponsors van de UEFA Champions League.